laatste stukje, wil ik als het sneller moet en beter kan krijgen. Wat, wat zou nou een overheidsmanager of een professional hierop moeten weten, of moeten kunnen? Mag ik nu al kijken? Blijkbaar is het iets wat je hebt opgestraald, waarvan je nu zelf denkt: hier, hier, moet, hier moet ik mijn. Uh... Nou ja, kijk, ik denk dus, uh, het begint even dat je je, je focuspunt moet, uh, moet, moet kiezen. En dat is dus niet de, het proces, de organisatie en dat soort dingen, maar dat is dat toch datgene wat, uh, wat je doet. Wij leveren nu eenmaal uh, een, een groot aantal producten en diensten uh, via allerlei uh, intermediairs, maar die komen uiteindelijk bij die burger en dat, ja. bij het bedrijf terecht. Dat moet volgens mij je focuspunt uh, zijn. En dan ga je dus, dan, dan, dan moet je dus uh, onderzoeken wat die, die burger dat bedrijf nodig heeft, op welke manier die het beste kan worden bediend. Dat kan voor een Deel met ICT zijn, dat kan voor een deel ook gewoon in, in directe contacten en dat soort uh, uh, dingen. En Langs die weg moet je uh, denk ik, uh, nou, zeg maar je, dan je activiteiten gaan organiseren. En voor, voor jouzelf? Want dat is, dit gaat over het proces. Wat ja, gewoon okay. één tip voor een overheidsmanager die denkt, dat zou die. M mijn, mijn opdracht is gewoon heel, heel simpel: zorg dat de Rijksdienst in 2017 in staat is om digitaal zaken te doen met elkaar en met burgers en bedrijven. Wat moet, jouw MT, wat moet jouw collega's kunnen om daar een bijdrage bij te dragen? Nou, ik ben het helemaal eens met uh, wat Peter zegt. De focus is natuurlijk de burgers en uh, de bedrijven, de dienstverlening. Eraan. Daarvoor doe je het als overheid. Wat belangrijk is, is dat overheidsmensen ook beseffen dat ze dit niet kunnen delegeren naar anderen. Zo van de, de, de ICT-mensen lossen dat wel op, of mijn administratief personeel lost het wel op. Dit, dit is de basis. Uh, dit gaat over de basistaken van de overheid. De manier waarop je uh, de overheid organiseert en hoe je je burgers en bedrijven tegemoet uh, treedt. Dus dat betekent dat overheidsmanagers van alle niveaus moeten zorgen dat dit in hun uh, uh, takenpakket zit. Dat zij daarop sturen. Ze moeten zien dat het er is, we moeten het niet delegeren. Ja, we hebben daar laatst uh, toch een hele discussie ook, uh, gehad met een aantal mensen uit de Tweede Kamer. De, uh, toch over die grote ICT-projecten. Uh, wat daar heel duidelijk naar voren kwam, zijn dat er drie dingen echt moeten veranderen. Wat mijn buurman zei. Grote ICT-projecten bestaan niet. Dat zijn gewoon grote transformatieprogramma's waar je als manager zelf bovenop moet zitten. Moet je zelf ook leiden. Het is echt een leiderschapsprobleem. Ik denk het tweede is dat het ook heel duidelijk niet verder gedelegeerd kan worden. Dat ook de bestuurlijke top. Ook echt veel ICT-kennis in de directie moet hebben om dit soort programma's te leiden. En de laatste, en die ligt echt wel bij de Tweede Kamer, is complexiteitsreductie van wetgeving. Want er wordt vaak toch wel makkelijk overheen gestapt dat er zoveel complexiteit uit die Tweede Kamer die ICT-systemen in moet. Ja, en daardoor wordt het dus complexer, duurder. En is de kans dat het gaat groter. Dankjewel. Volgens mij hebben mensen volgens mij nu een uh, opdracht gekregen om, uh, om in ieder geval verantwoordelijkheid te nemen. Dank voor het kijken. Dank voor jullie aanwezigheid. Uh, Volg hashtag Obla, volg de VGS, volg de VOM op Twitter en Facebook en kijk op VOM-online of obla.nl voor de volgende uitzending. Dank voor het kijken en discussie mee.